Jaguar X-Type 2 liter TDCi. Common rail ingespoten turbo diesel. Motor komt van Ford, net als de techniek van deze auto, het onderstel. Het is natuurlijk wel een Jaguar. Onderdelen van Ford zijn extreem voordelig, dus auto's goedkoop om te rijden in onderhoud. Verbruik van deze auto's is met deze diesels is ook vlot 1 op 17, 1 op 18, net als de Mondeo. Dit is de sterkste motorisering zoals die in de Mondeo ligt dan. Common rail met ketting, distributieketting, dus geen riem. Dat betekent dat je er nooit een distributieriem vervangen hoeft te worden. De ketting gaat levenslang mee. Dat is ook wat Mercedes gebruikt. De auto is heel mooi diepzwart. Met een paar chrome accenten. De auto heeft bij de aflevering een grote onderhoudsbeurt. Nieuwe banden. Airco service. Dus ook 2 jaar kan de airco weer er tegenaan. Mooi kenteken. Past bij Jaguar natuurlijk met de XJ en de SX. Mooie heldere koplampen en mistlampen. Deze banden die erop liggen zijn wel erg breed. 2,45. Maakt hem ook erg mooi, die auto. De auto verkeert in werkelijke nieuwstaat van binnen en van buiten. Mooie lederen bekleding, geen slijtagevlekken. Notenhout op het dashboard. De auto heeft cruise control, centraal deurvergrendeling, afstandsbediening op de sleutel, elektrische ramen, elektrische spiegels, verwarmde spiegels, mistlampen. Automatische rijverlichting betekent dat de verlichting automatisch aangaat. En op het moment dat je bij de auto komt en je ontgrendelt met de sleutel, dan gaat 's avonds ook de verlichting aan. Als je hier op de deuren kijkt, ook het leer en zo, het is allemaal gewoon schitterend mooi. Helemaal geen slijtage te zien. De auto is van de NAVO geweest, de NATO. Dat is ook de reden dat hij het nieuw kenteken heeft van 2013. De auto is wel gewoon in Nederland geleverd, origineel. Is met de ambtenaar van de NAVO mee verhuisd naar België en later teruggekomen. En is door ons voorzien van kenteken in Nederland. Maar zoals ik al zei, de auto is gewoon in Nederland nieuw geleverd. Alle boekjes zitten erbij uiteraard. Mooi ruim kofferbak. Geen noemenswaardige beschadiging op de achterbumper. Hier een kleine beschadiging. Tja, je moet het echt met de loep zoeken. Binnen een prachtige auto. Airbags achterin. Gordijn airbags. Airbags in het midden. Begon airbags. Airbags aan de stoelen en airbags in het dashboard. Je ziet dat het interieur ook zo gemaakt is dat het helemaal niet besmettelijk is. Het is heel makkelijk te reinigen, het leer en het kunststof, panelen op het dashboard en zo.
Het is gewoon een plezier om met deze auto te rijden. Hij is veel sneller dan een Mondeo. Dat merk je wel als je met deze auto rijdt. Stuurt goed, remt goed, schakelt. Enorm fijn. En het is daarnaast een prachtige auto om te zien.